schrijver Frank Kraken. Je hebt een boek geschreven over de grootste bankoverval aller tijden. Die is gebeurd op 15 november, precies 80 jaar geleden in Almelo. Hier een eindje verderop. Ja, dat klopt. Een paar honderd meter verder aan de rechterkant stond het kantoor van de Nederlandse Bank. Destijds nog 17 kantoren in heel Nederland, waaronder in Almelo, als belangrijkste Twentse plaats op dat moment. Daar lag een enorme hoeveelheid geld opgeslagen. Ze wisten dat het geld er tegen de plinten klotste, zo was het omschreven. Alleen niet alleen maar daar in dat kantoor, ook in het kantoor wat hier zich achter ons bevindt, het pand van Ledenboer, destijds ook een bank. Ze hadden ontdekt dat daar ook een deel van het geld lag. En de oorspronkelijke plannen bleek dat ze maar liefst twee banken wilden overvallen. En ze hebben ook toestemming gevraagd aan de Nederlandse regering in ballingschap in Londen om die twee banken te mogen overvallen. En gekregen. Dit is het verhaal wat mijn vader mij vroeger al vertelde. Die woonde een kilometer van de bank en die was zelf een jaar of 7, 8 in de oorlog. En dat verhaal deed natuurlijk de ronde, ook na de oorlog. Dat werd mij in mijn jeugd verteld, dat is me altijd bijgebleven. En onze kinderen, toen ik begon met het onderzoek, hadden dezelfde leeftijd als de mannen die dit hebben gedaan. En dan zie je het echt nog als kinderen en denk je, hoe hebben ze de moed gehad? En wat hebben ze een lef en een durf gehad om in opstand te komen en dit te doen? Die verzetstrijders hadden dus dat geld nodig. Waarvoor wilden ze het gebruiken? Ja, dat was bedoeld voor de financiering van de spoorwegstaking. Tijdens operatie Market Garden is er een spoorwegstaking afgekondigd om daarmee te voorkomen dat er materieel over het spoor ter aanvulling van de Duitsers daar naartoe ging. Die spoorwegmensen moesten onderduiken en hun families. Dus daar was een heleboel geld voor nodig. En het verzet had zich beraad op allerlei manieren. Hoe krijgen wij voor elkaar dat we zoveel geld op tafel krijgen dat we die hele spoorwegstaking kunnen financieren? Hoe is dat in zijn werk gegaan in het kort, die overval? Nou, heel in het kort. Ze zijn gewoon om 5:30 hebben ze zich gemeld. Ze zijn naar binnen gegaan, de deur werd open gedaan. Meteen met een revolver in aanslag hebben ze de mensen gedwongen om tegen de muur te gaan staan. Vervolgens zijn ze gewoon aan het werk gegaan, want er was ontzettend veel werk te doen. Als je zoveel geld in kisten wil pakken, dan ben je wel even bezig. Na een 30 minuten, 15 minuten was de boel voor elkaar. Dus de kisten boven klaarstaan. En die wilden ze vervolgens in een vrachtwagen pakken. Hebben ze de vrachtwagen achterwaarts de vestibule ingereden, zodat ze zo konden overpakken. En op het moment suprême, toen ze aan het overpakken waren, kwam er een Duitse legerstoet aanmarcheren. Een heel regiment met Duitsers. En toen is Herman Hufton op straat gaan staan met zijn knijpkat en heeft gezegd, Achtung, Vorsicht! En ze zijn er keurig langs heen gemarcheerd, zo door. En dan moet ik die kant op wijzen, richting het centrum. En ze hebben niks doorgehad, dus onder hun ogen is dat geld weggehaald. Het geld is afgevoerd met die vrachtwagen naar een boerderij ergens in het buitengebied. Het verzet kon zich daar ophouden in allerlei boerderijen en verstopplekken. Maar het is niet goed afgelopen, hè? Helaas, ze hebben het in Daarle. Later in Daarleveen hebben ze het geld verborgen. In een hooiberg is het beland. Door toeval hebben de nazi's een verzetsman opgepakt. Die had niks te doen met de hele bankoverval. Maar toch door hem te martelen zijn er wat namen naar boven gekomen. En via via hebben ze uiteindelijk de hoofddaders, de commandant Dirk Smoes en zijn rechterhand Douwe Mik te pakken gekregen. En die kwamen voor de keuze staan, de levens van hun vrienden en van hunzelf of het geld. En toen hebben ze gedacht, een leven is belangrijker. En hebben ze gezegd waar het geld te vinden was. Het geld was inmiddels met behulp van Paard Piet nog weer ergens anders ondergebracht. En de SS'er Kerbig, die heeft met een handdruk dit zo bezegeld. Ja, het was blijkbaar dan toch een van de weinige naties wiens woord betrouwbaar was. Hij heeft zich aan zijn woord gehouden. Hij heeft op dat moment niemand vermoord, wat zomaar had gekund. De deal was dat ze het levend vanaf zouden brengen. Gerbig heeft vervolgens de mensen naar de Kruisberg gestuurd. Daarmee was hij van de verantwoording af. En de Kruisberg was een sicherheidsdienstgevangenis in Doetinchem. En van daaruit zijn 7 mannen naar de concentratiekampen in Duitsland gestuurd. Naar Neuengamme in eerste instantie. En van daaruit zijn ze weer verder Duitsland ingetrokken. Van die 7 is er slechts 1 teruggekomen. En wie was dat? Dat was Hendrik Frielink, de waard uit Harbrinkhoek, Maria Parochie. Die het ten nauwe nood heeft overleefd. Na de tijd ook, ik geloof een jaar of 1,5 jaar nodig heeft gehad om aan te sterken. En zijn broer is gestorven in zijn armen in het concentratiekamp van Bubbelin. Herman Hufton is nooit opgepakt, een bekende figuur in Almelo. Nee, die is de dans ontsprongen. Met hem ook bijvoorbeeld Meulebelt, ook uit Almelo. Die zijn ook niet verlinkt. Dat was ook de deal die uiteindelijk Smoes met Gerbig heeft gemaakt.
Geen namen, geen verdere arrestaties. Jullie het geld en jij spaart ons het leven. En zo is het uiteindelijk ook gegaan. En daar heeft Herman Hufter ook zijn leven aan te danken. Wat heeft hij nu eigenlijk opgeleverd? Want twee van de belangrijkste verzetsmensen in Twente waren uitgeschakeld, letterlijk. En het geld is allemaal teruggehaald door de Duitsers. Ja, dat was ook het dubbele en het wrange aan deze hele bankoverval en deze verzetsdaad. Een heroïsche verzetsdaad met een dodelijke afloop. Je zou kunnen stellen dat het een mentale overwinning is geweest. Het moreel is natuurlijk gesterkt. Als je in staat bent om bij de nazi's zo'n verzetsdaad te plegen, onder de rook van al die Duitsers die hier zaten. Want Almelo was vergeven van de Duitsers. Haalden ze hier 46 miljoen weg. Dus dat was toch een enorme morele overwinning. Alleen daar koop je niet zoveel voor als zeven mensen het uiteindelijk met de dood moeten bekopen.